Op de zoveelste zomerse dag in Nederland weer een thuiswedstrijd voor DVS 33 en wel tegen Rijnsburgse Boys. Daar hebben we goede herinneringen aan, Roeland. Dat klopt, ja. Maar een nieuw seizoen nou, hè? Ja, nieuw seizoen. We zouden niet meer over het oude seizoen praten, hè? Nee, mogen we niet doen. Mogen we niet. Kun je sommige dingen wel meenemen uit een oud seizoen, of niet? Nou, dat we veel plezier hebben gehad vorig jaar. He, dat moeten we meenemen. En dan kunt u met plezier op terugkijken. Maar kijk, voetbaltechnisch moeten we opnieuw beginnen dit jaar. En daar moeten we het over hebben, denk ik. Ja, inderdaad. Maar hoe zit het met het plezier nu? Nou ja, het plezier is goed. Want er wordt gewoon goed getraind. En daar is allemaal niks mis mee. Tuurlijk, iedereen, de verwachtingen zijn heel groot natuurlijk. En we hadden wat meer verwacht misschien. Maar aan de andere kant weten we ook dat we aardig opnieuw moeten gaan bouwen weer. Of bouwen, maar in ieder geval heel veel jongens moeten inpassen. En daarom zeg ik ook vaak, we moeten niet naar vorig jaar kijken. Dus we zijn druk bezig en het vertrouwen is nog steeds hartstikke groot. Dus we gaan rustig door. Na hoeveel wedstrijden schat je dat je denkt dat deze groep wel op goed level zit? Nou, kijk, eigenlijk mogen we niet zo praten, want we moeten gewoon elke wedstrijd moeten we willen winnen. En wij moeten elke wedstrijd moeten we het zo organiseren dat wij die wedstrijd kunnen winnen. Dus dat is van belang en dat staat los van dat je met de speelwijze bent. Speelwijze is wel een middel natuurlijk om wedstrijden te gaan winnen, maar dat moet je stap voor stap doen. En als je dat steeds stapje voor stapje doet, dan word je als het goed is steeds beter, word je steeds fitter, raak je steeds beter op elkaar ingespeeld. En gaat dat als het goed is meer opleveren. Ja, inderdaad meer opleveren, want ik eindigde eigenlijk het weekjournaal ook met het feit dat ik nog het volste vertrouwen in je heb. Nou ben ik natuurlijk niet die figuur die beslist over jouw toekomst. Het volste vertrouwen. Waarom? Omdat blijkt dat je tijd nodig hebt om een bepaald systeem die jij voor ogen hebt, jouw visie ook op voetbal, om dat echt erin te krijgen. En dat is de helft van de spelersgroep is ongeveer nieuw. Ja, dat is wel zo. Maar kijk, we moeten het ook niet groter maken dan dat het is. Uiteindelijk gaat het er ook om dat wij gewoon resultaat gaan halen. Hè? Dus wij moeten daar nu goed op voorbereid zijn. Hè? Dus vorig jaar, om daar nog maar eens even een vergelijking te maken, verloren we een aantal wedstrijden omdat wij in de opbouw heel slordig waren. Werden we daarin afgestraft. Dat is ook een proces. Hè? Maar dat gaat er wel om van, dan moet je bepaalde risico's vermijden. Als je weet dat de tegenstander bijvoorbeeld ergens heel erg goed in is. Kijk, en nu ook het samenspel, maar dat is bij elk team zo. Hoe langer het team bij elkaar is, wordt het samenspel altijd beter. En hoe beter dingen gaan, hoe meer ideeën je erop kwijt kunt op zo'n team. En in dit geval gaat het er gewoon even om van kijken naar afgelopen wedstrijden. Zullen we verdedigend een aantal dingen weer beter moeten organiseren? En wat uiteindelijk ons dus weer dat resultaat moet gaan opleveren. En die organisatie die doe je met een behoorlijk aantal andere spelers. Ja, ook dat klopt. Kijk, en dat is een beetje dat je denkt van, nou, ik zei het net al, er wordt gewoon goed getraind. We zijn tevreden over alle spelers. Maar uiteindelijk gaat het erom van dat je de 11 gaat opstellen. En dat die 11 ook complementair aan elkaar zijn. En dat we daarmee punten gaan pakken. Hè? En we moeten nu praten over dit moment en niet over een heel seizoen. Dus het gaat erom op dit moment dat we zo goed mogelijk functioneren. En voor vandaag hebben wij daar een aantal wijzigingen doorgevoerd waarvan wij denken dat wij daar vandaag het meeste rendement mee kunnen halen. We gaan het niet hebben over de zwakte van de tegenstander, de kracht van de Rijnsburgse Boys. Waar ligt die in? Nou, ze hebben ook veel nieuwe jongens erbij ingepast, dus kwalitatief is het een prima team. En ik denk dat hun kracht al ligt bij het aanvallende gedeelte, vooral bij het overlap van vele posities, dus veel lopende mensen. Ik denk dat dat hun grootste kracht is en daar moeten we goed antwoord op hebben. En onze kracht is? Ik denk dat onze kracht nog steeds is dat wij ontzettend goed kunnen domineren aan de bal. Veel beweging hebben ook. Dat wij in staat zijn om ook ballen snel terug te veroveren om zelf dominant te kunnen voetballen. Ik denk dat wij dat goed kunnen. Alleen daar moeten wij de beste in worden en daar zijn we mee bezig. Oké, okay, en dan wensen we je heel veel succes mee vanmiddag. Dankjewel, Roeland. Vanaf wederom een zonovergoten sportpark hier aan de Sportlaan heet ik u van harte welkom. Vandaag op het programma de wedstrijd DVS 33 tegen Rijnsburg. Goed verdedigd door 18. Die rechtsback, schot daar van Kai Velda. Een metertje of twee naast de goal van keeper Richard van Nieuwkoop. Bal
Jammer dat daar... ja, dat komt als goed doorwerken daar. Kans mogelijk voor DVS. En achter de bal, daar gaat Joran Pot. Die gaat niet scoren. Goed gepareerd daar, Richard van Nieuwkoop. Daar het niet goede opbouwen van Rijnsburgse boys. Waar Maurice de Ruiter en Joran Pot zelf goed stoorden. En keeper van Nieuwkoop deze bal kan pareren tot corner. Roald Vries met de corner. Dat is goed. Kan Joran Pot weer schieten? Weer naast. Kai Velda. Harry Pinasci heeft ruimte voor zich. Voor een schot ook. Wat gaat hij doen? Verdwijnt een metertje of twee over de goal van Richard van Nieuwkoop. Die de bal al snel weer uitgetrapt heeft. Goeie bal op Kai Velda. Gaat schieten. Over de goal van Nieuwkoop. Frank Heus. Joran Pot. Maurice de Ruiter. Frank Heus. Kai Velda. Maurice de Ruiter. Gaat schieten. De tweede instantie kan Joran Pot daar nog een keer afdrukken. Dan gaat Maurice de Ruiter. Schiet naast. Tweede instantie. Gevaarlijk moment voor de goal van Rijnsburg. Maar er wordt niet gescoord. Gaat Rijnsburg er weer vandoor. Met El Yagoubi. Gaat Harry Pinasci voorbij. Gaat hij 16 meter binnen. Geeft de bal kaatst aan met Jongenelen. Dan schiet de bal een heel eind over. Joran Pot. Frank Heus. Voorzet daar. Maurice de Ruiter. Oh. Wordt daar verdedigd door de nummer 21, Heer de Prijs. Groeman. Aanvoerder daar Verdam. In duel daar John Anjouk met Roald de Vries. Bal blijft binnen. Haalt John Anjouk neer. Vrije trap daar op de rand van het strafschopgebied. Opletten daar achterin. Komt die bal. Draait strak in. Kopbal daar. Gaat maar net over de goal. Maurice Ruiter opnieuw. Joran Pot gaat eens schieten. Schiet op de goal. Goed schot. Keeper van Nieuwkoop heeft verder geen moeite met de schot. Maar goed uit die lijn geschoten door Joran Pot. Jeffrey en Jongenheler. Over de goal van Paul Epping. Zo blijft het hier 0-0. Verdam. Met de voorzet. Dan gaat hier Tillema een gevaarlijke kopbal daar. Dan gaat Tillema er vandoor. Tillema op avontuur daar. Geeft de bal aan John Anjouk. De nummer 19. Gevaarlijk moment gaat eraan komen. Achterin is daar nummer 7. En daar een fantastische redding door Paul Epping. El Yagoubi was er gevaarlijk achterin nog. Maar Koli van DVS. Paul Epping redt hier DVS op een 1-0 achterstand. Voor een 1-0 achterstand moet ik zeggen. El Yagoubi weer voorbij. Gaat de 16 meter binnen. Gaat die bal daar geven. Achterin is daar Jongenelen. En die kan er gelukkig niet bij. Twee gevaarlijke momenten voor de goal van Paul Epping. El Yagoubi. Goeie bal op Jongenelen. Paul Epping. Redt DVS opnieuw voor een achterstand. Bal gevaarlijk neergelegd achter de verdediging van DVS. Roald de Vries achter de bal. Komt die bal achterin? Is daar keeper van Nieuwkoop. Redt Rijnsburgse boys.
laatste mogelijkheden voor DVS om toch nog de winst naar binnen te slepen. Stand hier nog steeds 0-0. Zit in de blessuretijd van deze wedstrijd. Met Kai Velde achter de bal, slingert de bal er achterin bij richting Edmund Meijner. Die kopt, daar is Basil Camara. Die kan niet bij die bal. Edmund Meijner dan nog naar Benjamin Roumillon. Het Konvloed graven. Kai Velde. Gaat Rijnsburg er nog vandoor. Hudepol met drie man eruit. Ga je dan hier nog te Verdam. Prachtige redding door Paul Epping op dat schot van Donny Verdam. Hij houdt dat punt verdient hij in de laatste minuut van deze wedstrijd. Absoluut voor mij de man of the match, Paul Epping. En hier wil ik het bij laten. Naast mij man of the match Mohamed Al-Haidar. Mohamed, dat heeft een tijdje geduurd voordat je in de basis en een hele wedstrijd hebt gespeeld. Maar het was fantastisch. Ging het lekker ook? Ja, dankjewel. In het begin is wel altijd even aftasten. Omdat het nu toch wel drie maanden terug is dat ik voor het laatst op niveau zeg maar, echt een competitiewedstrijd heb gespeeld. Dus dan probeer je een beetje te zoeken naar automatismes. Dat ging op zich vrij aardig. Ik had voor mezelf het idee om eerst te beginnen met die spits uit te schakelen. Daarop te concentreren. In ieder geval de nul houden. En dan wat daarbij kan komen in voetballend opzicht bijdrage te leveren. Dus wat dat betreft nog genoeg verbetering. Ja, maar toch kun je heel tevreden zijn over je prestatie. En denk ik ook wel van de hele verdediging. Want met name in de tweede helft was dat toch een fase waarin jullie behoorlijk aan de bak moesten. Ja, je ziet gewoon dat zij voorin ontzettend veel kwaliteit hebben. Dus dan moet je continu alert en gefocust zijn. En ook met elkaar de juiste afstemming hebben om gaten dicht te lopen. Nou, dat is bij Vlaag wel denk ik goed gelukt. En natuurlijk, je ontkomt er niet aan dat zij één of twee goede mogelijkheden krijgen. Aan de andere kant hebben wij die ook gehad. Dus wat dat betreft ging het wel gelijk op. De samenwerking met Basiel, dat beviel denk ik wel goed. Ja, Basiel is erg dwingend. Dat staat gewoon zelfvertrouwen uit. Als je daaraan kan optrekken, dan heb je gewoon een goed duo. Uiteindelijk natuurlijk geen winstpot en dat betekent twee verliespunten. Maar ja, dat zegt de Rijnsburgse Borst waarschijnlijk ook. Ik denk dat dit wel een terechte eindstand is geweest. Mohamed? Ja, voor mijn gevoel ook wel. voor mijn gevoel ook wel. Het ging op en neer. We wilden allebei winnen. Ik denk dat we hem toch... Ja, uiteindelijk kunnen zij hem het laatste moment nog stelen. We hadden het denk ik de eerste helft wel kunnen beslissen. Dat is ook voetbal. Jullie waren inderdaad in de eerste helft de wat beter voetballende ploeg. En Rijnsburgse Boys misschien in de tweede helft wat dwingender, hè? Ja, klopt. Je zag dat zij op een gegeven moment de tweede helft anders gingen voetballen. 4-4-2. Het gevaar zat hem in de tweede helft dat zij continu eigenlijk stonden te loeren op een countermogelijkheid. Dus je moet continu wel echt gefocust zijn om de juiste restverdediging over te houden. Twee snelle voor jongens voorin, wat zij hadden. Dus ja, al met al blij met de punt. Zeker tegen zo'n tegenstander. Ja. En goed spel van jou. En derde divisieniveau, Mohamed. Daar moet je trots op zijn. Ja, daar ben ik zeker blij mee. Okay. Dank je wel. De nabeschouwing van deze wedstrijd met beide trainers. Pieter Mulders, de trainer van Rijnsburgse Boys. Welkom, DVS TV. En Roland ten Berge. Pieter, 0-0 wedstrijd. En dan denkt iedereen van, dat zal wel saai zijn geweest. Dat was het helemaal niet, hè? Nee, tegendeel zelfs. Over en weer hadden we genoeg mogelijkheden om te scoren. DVS ook. Eerste helft, volgens mij kregen ze wel een paar dotjes. Precies. Eerste helft, wat vond je daarvan? Nou, eerste helft liepen we eigenlijk achter de feiten aan. We hadden moeite met het middenveld van ze. Hè? De vier middenvelders en tegen de twee spitsen. Daardoor liepen we ook steeds achter de feiten aan. We hadden geen tweede bal. Hun konden in ieder geval op onszelf een beetje zaalvoetbal spelen, noem ik dat dan maar. Daar hadden we heel veel moeite mee. Hè? En al met al moet ik wel zeggen dat we wel wat kansen bij de omschakeling gehad hebben. Maar je vraagt wat vond je van DVS. Die vond ik eerder zelf beduidend beter. Oké, Pieter zegt het al, een beetje zaalvoetbal spelen en een beetje vergeten de trekker over te halen, Roland, hè? De eerste helft.
Ja, ik denk dat er sowieso een aantal situaties waren waar spelers gewoon goed voor schuin voor de keeper stonden. En dan moet je een keuze maken. Hè? Volgens mij is de makkelijkste keuze gewoon rammen. En ga je het nog beter doen, ga je ook nog even kijken waar de keeper staat. En in dit geval speelden we hem af. Op zich wel een, iets wat, wij, wat wel in ons spel kan zitten. Dus we kijken altijd wel van, kunnen we iemand er nog beter voor zetten? Maar in de fase waarin we nu zitten, vallen de doelpunten nog niet achter elkaar erin. Dus dan moet je gewoon schieten en dan krijg je nog een rebound vaak. Dus in heel veel situaties moesten we eerder schieten inderdaad. Maar goed, ik heb wel gezien dat we vanuit het voetballende gedeelte, de manier waarop we willen spelen met veel beweging en het kort spel, hebben we wel veel kansen gecreëerd de eerste helft. En dat, daar hou ik me ook aan vast, dat vond ik heel positief. De eerste helft zou een voorsprong voor DVS 33 niet meer staan hebben, denk ik, hè? Nou ja, goed, DVS kreeg meer kansen dan ons. Alleen wij er ook wel één of twee kunnen maken. Gelijk die eerste minuut? Eerste minuut, ja zeker. Volgens mij minuut 8 kregen we ook. Vanaf Joël kreeg hij een bal die hij teruggeeft. Die geeft hij volgens mij ik vroeg nog dat ik vroeg aan hem, is het een Rijnsburgse boosjut? En hij moest wel om lachen. En ik zeg, volgens mij spelen wij thuis met deze kleuren. Maar hij zei, ja dom. Hij zei, ik moet hem gewoon terugleggen op 11. Dus uit, hoe heet ik keer, Jongeneel staat vrij. En dat zijn keuzes, weet je. Zoals de trainer van hun ook zegt, ja, soms maak je keuzes, soms moet je schieten. En het allermoeilijkste in voetbal is schieten, de trekker overhalen. Want helemaal als het makkelijk gaat. Nou, in de tweede helft ging DVS eigenlijk door met zijn spelletje. Het eerste kwartier was denk ik wel voor DVS. Ook weer met veel druk zetten. Maar daarna namen jullie toch wel over en had je een hele goede fase. Ja, nou goed, wij zijn overgegaan ook op 4-4-2, want er waren gewoon geen grip op hun. Ik kan wel eindeloos een heel naïef blijven doorvoetballen, maar dan had het waarschijnlijk wel DVS kunnen scoren. Maar je zag gewoon een team van mij, die had even 10 minuten nodig om 4-4-2 te spelen. En daarna eigenlijk vanaf minuut 55 zijn we niet meer in de problemen geweest. Nee, niet echt in de problemen, maar ja, er waren hele kleine kansjes denk ik nog. Nou ja, kijk, inderdaad dat systeem veranderen en dan krijg je dus andere situaties op het veld. Dus ergens anders krijg je vrije mensen. En dan is het even de vraag van, ga je dat nog weer belopen allemaal? Ga je die grote afstanden overbruggen? De beide backs waren wat meer vrij nou in dit geval. Dus die hadden eigenlijk heel veel moeten opkomen. Dan laat je wel weer 1-1 het centrum achter. Dus dat is ook weer een gevaar. Dus je bent dan ook weer bezig van, aan de ene kant ga je diep lopen, aan de andere kant moet je dan weer wat controle. Dus de beide backs die moesten daarin dus grote afstanden overbruggen. Je vrije mensen op middenveld, die was je dus kwijt nou. Voorin bleek ook wel gewoon dat we op een gegeven moment dat de energie er wat uitging. Vandaar dat we ook wat gingen wisselen. En ik denk tot ongeveer 25 minuten daarna hadden we echt moeite nog weer om echt goed door te sluiten. Om aan te sluiten en op de helft van tegenstander te blijven. Wat we de eerste helft wel goed konden. En dan zie je wel dat we uiteindelijk ietsjes terug gaan zakken. En het compact houden. En we proberen toch met Benjamin en met Isa dan vanuit de omschakeling wat te gokken. Maar goed, daar weet je ook doorgedwongen door het spel van hun. Uiteindelijk we hebben volgens mij nog een kans gehad met Joran op het einde. En de grootste was natuurlijk bij hun. En dat verwijt ik wel dat we daar gewoon heel slecht stonden natuurlijk. Dat we de tweede lijn gewoon heel slecht afgedekt hadden. En dat we dan ook nog eens een keer balverlies leiden vanuit onze eigen vrije trap. En daar komt dan een kans uit en dan haalt, een hele grote kans. En dan haalt Paul ons fantastisch op de been, dus dat is mooi. Wist die spits van jullie niet dat Paul Epping zijn specialiteit dat is, die 1-1 situatie? Nou, volgens mij was het niet de spits, volgens mij was het onze middenvelder die kans kreeg. Maar goed, volgens mij op dit niveau maakt het niet uit wie 1-1 tegen de keeper komt. Kijk, ik moet zeggen, die keeper van hun heeft een puik op partij gespeeld hoor. Sterk, vooral de voorzetten vanaf de zijkant, die niet goed waren overigens hoor, van ons. Maar hij anticipeerde wel heel goed, moet ik zeggen. Hij pakte een paar ballen van Rashid die insnijdt. En die pakte hij toch wel katachtig, pakte hij echt fantastisch, moet ik zeggen hoor. Maar goed, al met al denk ik, als je zo'n kans krijgt, en natuurlijk heel teleurstellend in het elftal. Maar goed, je moet er wel reëel zijn. Ik denk overigens over de hele wedstrijd vind ik een gelijkspel genoeg. Zeker, absoluut. Volkomen terecht. Tegen wie spelen jullie volgende week? Lisse. Ja. Interessant potje. Ja, altijd. Voor mij is het een derby. En derby's zijn altijd interessant. Lisse staat voor mij bovenaan. Die gaan goed, dus het is voor ons een uitdaging om daar wat van te maken. Okay. Succes daarmee. En Roeland, jullie? Harkema's boys, ja. Oeh, dat wordt lekker daar boven in Nederland. Dat wordt leuk. Ja. Dat wordt leuk. Nee, lijn van de eerste helft doortrekken en met vertrouwen daarin. Oké, okay. Bedankt. Jij ook, Pieter. Bedankt. En succes, hè. Succes, man.